Dus ik denk dat voor zowel de verhuurmarkt als ook voor de koopmarkt de komende tijd, ja, tenzij corona echt nog heel veel narigheid met zich mee gaat brengen, denk ik dat we in Nederland voorlopig geen dalende markt zullen zien. Hoi allemaal en welkom terug bij een nieuwe YouTube-video van de Real Estate Masterclass. En vandaag zijn wij als een speciale gast aanwezig bij Samen in Geld. En ook welkom. Dank je. En als ook echt een van de beste, ik wil eigenlijk bijna zeggen de beste crowdfundingpartij dat ook bestaat in Nederland voor het financieren van vastgoed. Maar voordat ik natuurlijk mezelf verder introduceer en wat Samen in Geld doet, Luc, zou je misschien zelf kunnen introduceren wat Samen in Geld doet? Ja, graag. Hallo, mijn naam is Luc Alverda. Ik ben een van de medeoprichters van Samen in Geld. En wat wij doen is inderdaad hypotheken voor verhuurd onroerend goed, met name voor de particuliere bewoning. En wat doet Samen dan in Geld voor, ja, investeerders eigenlijk? Ja, en als je omschrijft investeerders, de mensen die een hypotheek willen aangaan voor het verkrijgen van een onderpand of het al hebben van een onderpand, maar daar een herfinanciering voor zoeken, ja, dan kunnen wij mogelijk een hypotheek aanbieden en standaard gaan wij daarin tot 80% van de marktwaarde in verhuurde staat of vrije verkoopwaarde, maar altijd de laagste van die twee. Ja. Maar zijn er redenen om toch daarvan af te wijken en boven die 80% uit te gaan, dan is dat bespreekbaar indien iemand kan aantonen dat er meerdere eigen middelen zijn. En dat kan in een eigen woning zijn, dat kan in andere panden zijn, maar dat kan ook aan eigen geld zijn. Ja, absoluut. Oké, dankjewel. Allereerst, voor degene die het niet wisten, Samen in Geld was volgens mij mijn derde partij of waarmee ik ging samenwerken, zou je kunnen zeggen. Toen ik eigenlijk nog een beginnende investeerder was. En ik had natuurlijk al wel wat vermogen opgebouwd door ook verschillende aankopen te hebben gedaan. En ik had overwaarde in mijn woning. En Samen in Geld was eigenlijk volgens mij de derde of vierde aankoop die ik ooit in me deed, die mij had geholpen om natuurlijk verder te groeien. En dat is dus eigenlijk ook waarom ik ook vandaag ook terug ben bij Samen in Geld, omdat ik ze heel dankbaar ben ook dat ze mij hebben kunnen helpen en dat ik wel die sprong heb kunnen maken. Ja, en dat is jouw verhaal, maar dat is gelukkig bij een heel aantal meer mensen zo. Dat die versnelling die dankzij ons mede ontstaan is bij jou, maar ook bij een heleboel anderen. Dat is natuurlijk wat heel fijn is. Absoluut. En als dat een win-win is, dan is dat hartstikke goed. Ja, absoluut. Hartstikke bedankt dus daarvoor, Luc. En daar gaan we nu terug. Okay, onze investeerders bedankt. Ja, want absoluut. Dat jullie ook. Ja. Dus mocht trouwens iemand ooit willen investeren in vastgoed en net gaan starten, en je hebt ook kapitaal, ik zou ook echt Samen Geld aanbevelen. Goede rendementen enzovoort. Ja, en heel veilig. En vanaf veilig. €250. Dat dus ook. Hartstikke goed. En dat ook natuurlijk. Oké, Luc. Nou, er zijn vanuit de Real Estate Masterclass, maar ook het publiek eromheen, hebben ze een aantal vragen gesteld. En waar ze geïnteresseerd in zijn, is van, eigenlijk, waarom zouden mensen kiezen voor Samen in Geld? En hoe werkt het acceptatieprocedure om in aanmerking te komen, zodat zij ook bij jullie een project kunnen plaatsen? Acceptatieprocedure om daarmee te starten is redelijk vergelijkbaar, denk ik, met een hypotheekaanvraag zoals je dat bij een andere hypotheekverstrekker ook zou doen. Je hebt die ervaring, maar voor de mensen die dat niet hebben, wat we vragen zijn, denk ik, redelijk de standaardzaken, zoals een kopielegitimatiebewijs, taxatierapport, inkomstengegevens, huurgegevens, dat soort zaken. En die worden ook vastgelegd. We doen een BKR-check, maar dat doet een hypotheekverstrekker anders ook. Ja. En op basis van die informatie ga je bekijken, oké, is dit mogelijk? En zo ja, tot welk percentage zouden we dat mogelijk willen doen? Wetende de inhoud die aanvrager heeft aangeleverd. Ja. Waarom zou dan iemand met ons willen zaken doen? Dat heeft alles te maken met het feit dat wij meer dan 80% kunnen en willen verstrekken. Onze aflossingseisen niet heel hoog zijn en dat maakt dat er een goede cashflow overblijft. En dat vinden een heleboel verhuurders ook erg belangrijk. Ja. En de snelheid, denk ik, en de directheid maken dat een heleboel aanvragers zich bij ons prettig voelen. En als we onszelf dan mogen vergelijken met een aantal andere crowdfunders en andere partijen die dit soort dingen ook wil doen, dan denk ik dat wij qua kostenstructuur en rentepercentages daar ook goed in zitten ten aanzien van onze positie. En ik hoop dat jij dat kan bevestigen daarin. Oh, absoluut. Dat sla ik daar weer starten. Absoluut wat hij zegt. Toen ik net begon, ik had net een paar pandjes gekocht en jij kwam daar om de hoek eigenlijk om te helpen. Ik was eigenlijk zo erg onder de indruk van de persoonlijke hulp dat ik van jou toen tijd kreeg. Weet je wel, dingen die ik ook helemaal nooit wist. Zoals van dat ik
verbouwing kon meenemen in een taxatierapport. Never heard of it. Ja. Weet je wel? En dat soort dingen, echt enorm bedankt. Want daardoor ben ik ook echt gegroeid. En ook heb meer en meer mogelijkheden ontdekt qua financieringen. Weet je wel? Ik had ook nooit gedacht dat ik ooit op crowdfunding een project zou doen. Maar jij gaf me het vertrouwen dat het, hè, als je een goed project hebt, dat het allemaal in orde komt. Goede rendement voor iedereen. En ja, ik kan daardoor groeien. Ja. Dus absoluut. Ja. Ook de zekerheid, de snelheid, de transparantie. Geweldig. Echt serieus. Nou, fijn. Fijn dat dat zo ervaren is. En ik hoop dat heel veel mensen dat op die manier ook zo ervaren. Ik ga er vanuit wel. Ik verzoek ook iedereen natuurlijk bij jou. Als ze ooit bij jou toe te gaan. Oké. Nou, we hebben daarnaast nog een paar andere vragen dan gekregen. Iedereen heeft corona meegemaakt de afgelopen maanden. Ervaar jij daar ook een impact op jullie crowdfunding platform of niet? Ja, absoluut. Wij hebben gemerkt toen de intelligente lockdown een feit werd in maart, dat wij echt 90% van de mensen die bij ons regelmatig een investering deden, op dat moment echt terughoudend werden. Mm-hmm. En echt zeiden van ik wacht even. In de maanden daarna hebben we dat wel weer langzamerhand wat zien terugdraaien. Waardoor wij het idee hadden van fijn, we kunnen wel weer redelijk verder gaan. Maar op dit moment ook weer met de toename van het verhaal om corona, merken wij echt wel dat er wel weer partijen zijn, investeerders die tegen ons zeggen, joh, nog steeds een hartstikke goed verhaal wat jullie hebben. Maar vanwege de toch wel onzekerheid die er is, wij passen even. Ja. En dat maakt dat wij helaas ook voorzichtig moeten zijn nu. Met het aannemen van de wat grotere projecten voor ons. En wat grotere overigens is projecten boven de 2,5, 3 ton. Ja. Daar haken wij op dit moment eventjes niet op af. Maar zijn we wel erg terughoudend mee. En wat voor soort projecten accepteren jullie dan allemaal? Zijn het alleen woningen of zijn het ook misschien woonwagenparken? Of wat voor soort vastgoed financieren jullie? Wij financieren in principe woningen. Ja. En woningen, dat mogen zijn woningen die verhuurd worden aan een gezin. Of voor kamerbewoning en alles wat je daarin verder zou kunnen bedenken. Mm-hmm. Expats, noem ze maar op. Ook de recreatiewoningen kunnen bij ons wel ondergebracht worden. Daarin gaan we overigens dan niet zo ver als dat we een reguliere woning doen. Ja. Maar ook een bed and breakfast zou eventueel kunnen. Alleen, ook daarvoor geldt, wat is de waarde van het onderpand als er niet een bed and breakfast in zou zitten? Mm-hmm. Want op het moment dat een gemeente regels aanpast en die bed and breakfast die er zit, toch zijn deuren moet sluiten, dan is het onderpand, hetgeen wat overblijft, wat voor onze zekerheid is naar onze investeerders toe. Ja. Ja, absoluut. Dus daar moeten we dan ook absoluut rekening mee houden. Ja. En daar heb je wel eens discussie over dan met een aanvraag. Ik kan me goed voorstellen. Ja. Maar je doet wel je werk heel goed van tevoren dan. Dat is ook, klinkt wel, de screening zit de hele tijd. Je hebt natuurlijk de ervaring, kijk naar de backup scenario's. Ja, gelukkig is die er. Ja. Er is voldoende ervaring. En aan de voor- en aan de achterkant. Ook zelf bezig met huizen geweest in het verleden om te kopen en te vuren. Dat helpt nu, absoluut. Ja. Om dingen ook te beoordelen en ook beter die kant van het verhaal te begrijpen van mensen die daarmee aankomen. Ja, oké. Okay. En als mensen dan naar dit hebben gehoord, zeggen van ik ben geïnteresseerd om bij jullie te starten. Hoe werkt de acceptatie of hoe werkt de kennismakingsgesprek of acceptatieprocedure? Is het handig dat ze jou bellen dan of een mailtje toesturen? Nee, eigenlijk is het inderdaad heel prettig om gewoon te bellen. Ja. We hebben voorheen, maar dat doen we nog steeds eigenlijk wel, maar door de situatie waarin we zitten, gewoon wel erg veel minder mensen uitgenodigd hier bij ons op kantoor. Mm-hmm. Je hebt zelf volgens mij dat ook gedaan. Dat vinden wij prettig, maar we merken dat de aanvragers dat ook als prettig ervaren. Omdat ze ook graag willen weten, met wie ga ik eventueel zaken doen. Voor ons is het prettig om even in de ogen te kunnen kijken, met wie gaan we eventueel zaken doen. En dat is het meeste wat er gebeurt. Maar er zijn ook wel partijen die via een intermediair bij ons terechtkomen. Oh. En dan doet een intermediair een deel van ons werk voor ons. Ja. Ten aanzien van de screening van die aanvrager. Waarna wij alsnog wel gewoon het acceptatietraject doen. Ja. Maar dat gebeurt. Oké, mooi. Dus eigenlijk, en vinden jullie het ook heel belangrijk dat die persoonlijke relatie ook is, dat je een beetje mensen leert kennen voordat je accepteert eigenlijk? Want dat is voor mij natuurlijk. Dat hebben we wel het liefst. Ja. Maar als het via een intermediair komt, dan ga je niet alsnog die persoon uitnodigen om die kennismaking te doen. Ja. Dan moet je erop kunnen vertrouwen dat het intermediair wat ertussen zit, die fase ook op een goede manier ingevuld heeft. Oké, helder.
Nou, iemand komt dus, stel dan voor, iemand komt dus door de acceptatieprocedure heen. Het project gaat geplaatst worden. Hoe lang is zo'n hypotheek geldig bij jullie eigenlijk? En wat gebeurt er na die periode? Op het moment dat wij een aanvraag accepteren, dan betekent dat wij een offerte gaan maken, een hypotheekofferte. Bij die hypotheekofferte zit een basisfee. En dat betekent dat wij zeggen, ja oké, we gaan nu jouw project plaatsen. Maar dan willen we dat de offerte getekend wordt en dat er een basisfactuur van 1000 euro betaald wordt. Die verrekend wordt bij de 2% fee die we aan het eind van de looptijd met elkaar verrekenen. Op het moment dat het project geplaatst wordt, zijn wij wettelijk verplicht om eerst 48 uur mensen te laten lezen over dat project. En na 48 uur mag er pas geïnvesteerd worden. Dat is niet een keuze die wij gemaakt hebben, maar dat is een wettelijke regel waar alle crowdfunders in Nederland zich aan moeten houden. Ja. Na die 48 uur gaat het open en staan er in principe 30 dagen voor om gefund te worden. En na die 30 dagen drukken wij op een knop waarmee we alle investeerders gaan vragen om de toezegging. Want een heleboel investeerders doen bij ons een toezegging. Investeerders, de mensen die dus hun geld uitlenen bij ons. En dan hebben we ongeveer 10 dagen nodig om bij de notaris te komen waar de hypotheek wordt ingeschreven. En onze hypotheken hebben een looptijd over het algemeen van 5 jaar. Maar daar wordt af en toe van afgeweken met een kortere periode. Waarom doen mensen dat, die kortere periode? We hadden het er al net even over met een verbouwing. Zijn mensen ervan overtuigd dat na 2 jaar, als de verbouwing effectief is, de huurders erin zitten, de waardeontwikkeling dusdanig is, dat dan dat onderpand wellicht bij een andere partij geherfinancierd kan worden. En als dat kan, prima. Okay, en daar heb je geen bezwaar tegen? Nee, sterker nog, dat is prima. Want wij hebben een deal gehad, daar hebben onze gelduitleners aan verdiend. Wij hebben eraan verdiend en de geldvrager is ermee geholpen. Ja. Dus eigenlijk zijn daar nooit verliezers in. En na 2 jaar, prima, done deal. Volgende. Nee, dat klopt. Een klein voorbeeld dus. Ik heb voor degene die wel zo op googelen naar ons, mijn naam en die van partner Donovan Cheng. We hebben inderdaad dat object aangekocht. Volgens zo'n 140 kader we ongeveer op hypotheek zitten. Die is nu 180 geworden. Ja. Dus ja, zulke objecten, weet je, dat zijn heel geschikt. En wij zouden nooit hebben kunnen realiseren die 40k als wij dat jou niet hadden. Dus nee. Absoluut, qua strategie past helemaal perfect in. Ja, maar dat is nogmaals, het is een win-win. Ja, want absoluut. Onze investeerders die dat geld uitlenen aan bijvoorbeeld jullie. Ja, zolang je netjes je rente en je aflossing betaalt, zijn die ook blij. Ja, absoluut. En die gaan op het moment dat jij dat aflost omdat je een herfinanciering gaat doen. Prima, en dan gaan zij door met een volgende investering. Bij jullie natuurlijk, hè? Dat hopen we uiteraard. Dat zou ook erg fijn zijn. Ja, okay. Maar ja, dat is altijd maar afwachten. Oké, helder. En hoe leg je dan die funding dan vast? Dat gebeurt dus bij de notaris. Zou je iets meer details kunnen geven? Kan ik zien wie mijn investeerders dan zijn? Wie mij leuk heeft gevonden? Nee. Oké. Investeerders zijn anoniem. De gelduitleners die zijn anoniem voor de hypotheekaanvrager. Er komt een hypotheekovereenkomst die door een stichting die bij ons zit wordt vastgelegd. Ja. En dat gaat gewoon middels een hypotheek. Net zoals een reguliere hypotheekverstrekker dat doet. En dat gaat naar een notaris en die notaris die legt dat vast. Okay. Mooi. Ja. Yeah. Dus eigenlijk meer dan dat is het volgens mij ook niet. Nee, oké. Maar zoals, weet je, heel veel kijkers zijn wel benieuwd van oké. Maar kan ik dan zien in mij geïnvesteerd? Weet je, kan ik misschien kijken. Nee, was dus eigenlijk. Nee. En dat is ook eigenlijk wat heel veel van de gelduitleners als prettig ervaren. Die kunnen anoniem dat doen. En natuurlijk weten wij wel wie zij zijn. Maar de geldvragers hebben nooit een idee voor welk bedrag en wie daarin investeert. Ja, oké. En hoe onderscheiden jullie dan eigenlijk ten opzichte van andere crowdfundingpartijen? Nou, wij zijn van mening dat wij echt gespecialiseerd zijn in alleen het vastgoed. Ja. Daarin zijn we echt onderscheidend ten opzichte van andere crowdfunders in de markt. Nogmaals, onze tarieven, en niet alleen de vergoedingen die aan ons betaald worden, maar ook de rentetarieven die in zijn algemeenheid betaald worden voor de hypotheken, zijn naar mijn mening wat lager dan bij de meeste andere crowdfunders dat zijn. Absoluut. En ja, dat maakt denk ik voor een heleboel projectaanvragers het interessant om met ons te gaan zaken doen. Ja, ja, allemaal echt. Helemaal eens trouwens, maar ik moest het even vragen. Ja, nee, hartstikke goed. Okay. En waar zie je dan Samengeld dan naartoe gaan? Wat is jouw visie hierop?
onze visie is dat wij de komende jaren gestaag kunnen doorgroeien. Mm-hmm. Dat is al gebeurd in 2018, 2019 hebben we best een behoorlijke sprong voorwaarts gemaakt. 2020 is met de coronasituatie toch lastig. Mm-hmm. En toch zien we dat we ook nu weer een groei doormaken ten opzichte van 2019. Nou, ik denk dat dat best oké is als je dat nu maakt als partij. Terwijl we om ons heen allerlei verhalen zien dat in crowdfunding dat toch wel een heel stuk minder is. En we hopen eigenlijk dat we de komende jaren gestaag doorgroeien. Waarbij we het persoonlijke, directe, platte organisatie zoals we die hopen te zijn, wel willen vasthouden. Ja. Want daar ligt naar mijn mening onze kracht. Absoluut. Absoluut. En wil je dan ook de grootste speler worden of niet? Nou, wanneer ben je de grootste speler? Als vastgoedpartij in de crowdfunding, ja, leuk, graag. Mm-hmm. Maar we moeten ook reëel zijn. Als wij het erover hebben dat we 50 miljoen euro in jaar termijn willen omzetten, nou, dan zijn we voor vastgoed in crowdfunding echt een behoorlijk grote partij. Mm-hmm. Maar 50 miljoen is voor de vastgoedmarkt in Nederland, ja, dan ben je nog maar steeds een heel kleine partij. Nog steeds een heel leuke partij, maar wel. Ja, nou, en dat is ook prima. Dat is ook helemaal niet erg. Ja. Misschien is het ambitie wat dat betreft, is de ambitie er niet om inderdaad zo groot te worden dat je met allerlei lagen van mensen en acceptatieprocedures, et cetera. Dat is juist wat onze kracht is. Als je het vergelijkt met de bekende traditionele geldverstrekkers in deze markt. Veelal horen we dan van ja, het is zo lang dat traject al daar en zo onpersoonlijk. Wat fijn dat ik eindelijk weet wie bij jullie dat doet, ja. Er een naam bij zie. Eventueel ook een persoonlijk contact indien gewenst. En dat lijnen heel kort zijn. Binnen een week weten gewoon waar je aan toe bent. Ja. Dat is wel wat wij absoluut als streven hebben. Geweldig. En dat kan ook nog steeds omdat we dus niet die omvang hebben zoals die andere partijen dat wel hebben. Ja, ja, absoluut. Ik zit nog met de volgende vraag. Want toen ik startte, ik moest een keuze maken. Ga ik nog verzamelen geld of ga ik nou naar een partij zoals Domivest toe? Ja. Wanneer kies ik voor samen geld, zou je aanraden? Wanneer zou ik voor Domivest moeten gaan? Nou, of Domivest daar een goede... Of een vastgoedfinancieringsbank, hoor. Ja, dus, eigenlijk vind ik dat een fijnere vergelijking. Dan laat ik het zo vergelijken, ja. Nee, maar als je kunt genoegen nemen met 80%... en je ook daar voor gaat, dan zou ik bijna zeggen, je moet niet met ons zaken komen doen. Mm-hmm. Dan moet je dat inderdaad met een wat traditionelere hypotheekverstrekker doen. Ja. En wil je die groeiversnelling hebben, doordat je geen 80, maar 85, 90 of 95% financiert, ja, dan zijn wij een partij met wie je daarin wellicht zaken kan gaan doen. Ja. Ten opzichte van de traditionele partijen hebben wij ook wel het voordeel dat we een lagere aflossingseis hebben. En dat is voor een heleboel partijen toch ook wel interessant. Absoluut. Daarnaast, we hebben het heel even al wel gemeld, doen wij een BKR-onderzoek. Als ons niks verteld wordt en daaruit naar voren komt dat er een BKR-melding is, dan haken we af. Maar wanneer wij op voorhand horen dat er een BKR-melding is met tekst en uitleg, dan is het niet op voorhand nee. Hmm. Maar dan gaan we wel tot maximaal 80%. Ja. Okay. En ook daarin hebben wij het idee dat er best bijzondere situaties zijn waarin mensen geholpen kunnen worden, die dan ook na 5 jaar zeggen, oké, nu is mijn BKR weer gelukkig verdwenen, ja. Mijn notering al daar. Ik kan nu weer met de traditionele partij zaken doen. Nou, prima. Iedereen geholpen. Hartstikke goed. Ja, absoluut. Dus allereerst, Luc, hartstikke bedankt dat je ook nog toegevoegd hebt. Als ik kijk dan inderdaad de aanpak, hoe jij dat dan met investeerders die willen verder groeien, hoe jij daarmee omgaat, is echt ongelooflijk. Weet je, ook hoe je transparant daarin bent, vandaag met de BKR. Weet je, dat je dan alsnog iemand probeert te helpen. Veel partijen die ik inderdaad daarin ook spreek, hebben natuurlijk ander beleid en daar is helemaal niks mis mee. Maar dat jij zo ruim denkend erover kunt zijn en toelaat, ja, dat ziet je wel, moet ik zeggen. Nou, dankjewel. Ik denk dat het juist onze kracht is om dat stukje persoonlijke aanpak daarin te doen. Ja. Daarin zijn we echt anders en afwijkend dan andere partijen dat in zijn algemeenheid doen. Helder, oké. Ja. Heb je nog een bepaalde visie ook op de vastgoedmarkt? Ja, je ziet natuurlijk allerlei banken erover praten, publiceren. Hoe zie jij het verder gaan?
Nou, het mooie is dat ik lees en zie natuurlijk best wel wat. En ik denk dat jij dat ook doet. En het grappige is dat je echt wel hele verschillende verhalen links en rechts kan vinden. Ja. Van mensen die zeggen dat de woningmarkt volgend jaar in zijn geheel op slot gaat en dat prijzen gaan dalen. Tot mensen die aangeven, nee joh, die hele woningmarkt die gaat alleen maar steeds verder stijgen en prijs. En dat heeft alles te maken met de lage rente die er nu is. Maar naar alle waarschijnlijkheid de komende tijd ook nog wel zo zal blijven. Mm-hmm. Ik denk zelf ook het laatste. Omdat het woningtekort is er nou eenmaal. Ja. En dat maakt dat mensen ook graag een huis willen kopen of huren. Ja. Dus ik denk dat voor zowel de verhuurmarkt als ook voor de koopmarkt de komende tijd. Ja, tenzij corona echt nog heel veel narigheid met zich mee gaat brengen. Denk ik dat we in Nederland voorlopig geen dalende markt zullen zien. Ja, oké. Dat is mijn eigen visie daarop. Heb je nog een bepaald tips of adviezen voor investeerders die verder willen groeien in hun carrière als vastgoedinvesteerders? Dus zeg maar iemand die 2-3 panden heeft of 1 pand. Nou, als je inderdaad graag de komende jaren wat sneller wil groeien met 2, 3, 4, 5 panden per jaar, dan kom langs. Om een keer koffie drinken en laten we praten over de mogelijkheden. Want okay. Ik denk dat dat wellicht dan een goede optie voor die persoon is. Nou, dat denk ik ook. Trouwens, wat hij net heeft aangegeven, absoluut. Iedereen gelijk doen. Dus daar. Dat was dan voor deze video en hartstikke bedankt voor het kijken. Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen binnen de vastgoed? Abonneer je dan jezelf op dit kanaal. En mocht je vragen hebben of opmerkingen, laat ze achter. En dan zullen wij ze zo spoedig mogelijk beantwoorden. Hartstikke bedankt en op naar de volgende video.